Goedemiddag. Welkom bij de pitch over datagedreven werken met meldingen over de openbare ruimte. Mijn naam is Lucas Kerremans, werkzaam bij de sector ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ik begeleid het team dat aan dit experiment werkt. Na een kort voorstelrondje nemen we u mee in de ongekende mogelijkheden om met datagedreven werken de leefomgeving van onze burger nog plezieriger te maken. Goedendag, mijn naam is Jan Heeg. Ik werk bij de afdeling informatiemanagement van de gemeente Leeuwarden. En in het datagedreven ontwikkelteam van melding en openbare ruimte heb ik de rol van adviseur op het gebied van informatie en data. Hoi, mijn naam is Michelle. Ik werk bij de afdeling rapportage, statistiek en onderzoek. En mijn rol binnen het experiment is data-analyst. Mijn naam is Klaas-Jan Pander. Ik werk bij het bedrijfsbureau van de publieke dienstverlening. En ik ben product owner binnen dit team. Hoi. Ik ben Arjen, ik werk voor IM, ik ben applicatiebeheerder van Meldesk. Hierin worden de meldingen in openbare ruimte vastgelegd. Hoi, mijn naam is Wilfred, ik werk voor de gemeente Leeuwarden bij Team Geoinformatie. En binnen het project ben ik verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de gegevens. Goed, dat zijn wij dus, maar wat doen we nou eigenlijk? Dat laten we even zien in een kort filmpje. De dienstverlening van gemeenten is vaak reactief. Binnenkomende meldingen handelen we zo vlot mogelijk af. Daar zijn we goed in. Maar zijn we dan niet te laat? Is voorkomen niet beter dan genezen? Digitalisering en de beschikbaarheid van steeds meer data biedt ongekende mogelijkheden. Als we goed naar data kijken, kunnen we hiervan leren. Neem bijvoorbeeld de meldingen over het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers. Door het gewicht en de vulgraad van containers te meten, kan niet alleen Omrin deze data gebruiken voor het slimmer legen, maar ook Stadstoezicht voor het slimmer toezicht houden en het voorkomen van problemen. Met proactieve dienstverlening leveren we meer kwaliteit tegen dezelfde kosten. Daarnaast zijn besparingen te realiseren, want minder meldingen betekent immers lagere afhandelingskosten. Bovendien zal een proactieve dienstverlening zorgen voor een beter imago van de gemeente. Voor de gemeente Leeuwarden is een goede kwaliteit van de openbare ruimte van groot belang, omdat dit bijdraagt aan hoe de gemeente als geheel wordt beleefd. Daarom bieden we inwoners de mogelijkheid problemen in hun leefomgeving te melden. Ook deze problemen worden momenteel vooral reactief aangepakt. In het experiment Meldingen Openbare Ruimte richten we ons op het voorkomen van meldingen. Dit doen we op basis van een data-gedreven aanpak. Met moderne technieken analyseren we de aard en omvang van de meldingen die afgelopen 4 jaar bij de gemeente zijn binnengekomen. Voor de analyses gebruiken we zowel interne als externe databronnen. Als speerpunt is gekozen voor het illegaal storten van afval. Een omvangrijk probleem met verregaande gevolgen, waarover met afstand de meeste meldingen binnenkomen. In eerste instantie proberen we te verklaren waar en waarom een melding eigenlijk tot stand is gekomen. Was het de tijd van het jaar, de temperatuur, een feestdag of een groot aantal verhuizingen? Of is de container te klein en staat die misschien op de verkeerde plaats? Als we dat begrijpen, kunnen we illegale afvalstortingen dan voorkomen? De projectgroep levert een informatiemodel waarmee oorzaken van meldingen over het illegaal storten van afval kunnen worden achterhaald en eventueel voorspeld. Dit informatiemodel zal worden gedeeld met enkele geïnteresseerde buurgemeenten. Een historicus schreef eens de wijze woorden: wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst. Deze gedachte willen we in dit experiment op moderne wijze toepassen. Want voorkomen is immers beter, maar vooral ook leuker en goedkoper dan genezen. Goed, leuke plaatjes. Maar hoe werkt dat nou op straat? We spraken een van onze toezichthouders. Ja, het geeft sowieso een hoop rommel en een hoop rommel geeft ook eigenlijk veel ongedierte. Dus je krijgt veel ongedierte in de wijk, afval verspreidt zich over straat. Het is niet fris, het is ongezond. Dus
bijvoorbeeld een omgeving hebt en er speelt daar nog wat kinderen spelen en die omgeving is bezaaid met huishoudelijk afval. Nou, denk daarbij ook aan eten of andere zaken. Dat is gewoon heel erg ongezond. Je krijgt verloedering in de omgeving. En ook ongedierte, als je op lange termijn ongedierte blijft houden, zoals bijvoorbeeld ratten of dergelijke, dan brengt dat ook weer allerlei risico's met zich mee. En daarnaast merken wij ook op het moment dat er 1 of 2 zakken zijn bijgezet, toch een beetje een effect heeft dat mensen zoiets hebben van oh, er staat al wat bij, kennelijk kan dat of mag dat, dus doe ik dat ook. U hoort het, afvaldumping is echt een groot probleem binnen de gemeente Leeuwarden. Wij gaan met onze data-analyses voorkomen dat afval wordt gedumpt. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens.